Hoi, Sander hier van radiowinkel.com. De laatste tijd krijg ik veel vragen over de kabelmaatschappij, meestal Ziggo, die stopt met de FM-uitzendingen via de kabel, dus zeg maar het doosje, de kabelantenne op de muur. Dan valt dus de daarop aangesloten FM-radio uit, die wordt gewoon stil, die ontvangt niks meer. Mensen vragen dan, ja, wat moet ik nou doen? Je kan eigenlijk een aantal dingen doen. 1. Een eigen FM-antenne aansluiten. Het liefst op dak of buiten. Ja, dat is vaak niet echt een optie. Een hoop gedoe ook. Werkt wel. Dan heb je dus gewoon de FM-stations die in de ether aanwezig zijn. Een tweede optie die ook Ziggo bijvoorbeeld aanbiedt, is een kastje aansluiten. Ik zal er even een pakken. Dit kastje. Daar sluit je eigenlijk de Ziggo kabel op aan. En daar kun je alle zenders die door Ziggo worden uitgezonden op binnenkrijgen. Dit kastje sluit je dan aan op een stereo. Installatie met boxen of een actieve luidspreker of een Bluetooth speaker met een audio ingang. Dan heb je dus radio via Ziggo. Een andere optie is radio luisteren via DAB+. DAB+ is digitale radio die in de ether aanwezig is. Kan je overal vrij ontvangen. In Nederland niet altijd overal even goed. Ja, dan heb je dus een kastje nodig. Zoiets als dit. Er staat bij radiowinkel.com een speciale afdeling bij radio kiezen en dan mini tuners. Staat deze bijvoorbeeld bij. Dit is radio via DAB+, digitale radio, waarmee je dus zo'n 60 tot 80 zenders, ligt eraan waar je woont, kunt ontvangen. Alle Nederlandse zenders, in de grensstreken ook de Duitse of de Belgische. En digitale kwaliteit. Die kan je dus ook zo op een stereo aansluiten. Net zoals voorheen wellicht hoe de kabel binnenkwam via de muur. Je kan ook gewoon een normaal radiootje nemen. Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld een wekkerradio. Die je dan gewoon los ergens neer kunt zetten. Stekker en stopcontact en hij pakt de digitale kanalen. Maar een kastje als dit is specifiek bedoeld om op een stereo-installatie dus aangesloten te worden. En dus digitale radio te ontvangen. Nog leuker, vind ik zelf, en slimmer eigenlijk ook, is een radiootje pakken die ook internetradio ontvangt. Ik pak even een voorbeeld. Koffie pruttelt op de achtergrond. Lekker. Dit is een voorbeeld van een mini-tuner die zowel DAB+, dus de digitale radio wat ik net noemde, FM, nou ja, niet echt een toevoeging, maar het zit erop, en dus internetradio via de wifi ontvangt. Dus deze ontvangt dus zelfstandig via uw wifi de duizenden, letterlijk tienduizenden radiostations, waaronder dus ook alle bekende Nederlandse, zelfstandig en dus aangesloten op een stereo-installatie krijg je daar ook gewoon alle bekende stations en ook heel veel leuke andere. Maar stel je wil alleen maar Radio 1 luisteren of alleen maar de Reformatorische Omroep of Radio Maria of BNR, alle Nederlandse bekende stations, kan dus hiermee perfect ontvangen worden. Het mooie van een internetradio is dat je dus geen antenne nodig hebt, zoals bijvoorbeeld wel bij de DAB only, DAB plus voor de volledigheid, DAB plus only tunertjes. Daar heb je dus wel een antenne bij. Hier zit ook een antenne bij deze. Alleen daar heb je dus ook internetradio en dan hoef je die antenne niet te gebruiken. Heel handig. Niet alleen handig, ook vaak stabieler in ontvangst. Soms heb je met een antenne, soms heb je met DAB+, niet altijd perfect ontvangst van alle stations. Als het werkt, werkt het super prima.
Bij mij thuis hier in Den Haag Centrum heb ik ook 60 stations gewoon in perfecte kwaliteit. Ik hoef mijn antenne niet eens uit te trekken, hè, de telescoopantenne die daar dan bij zit. Maar in ieder geval, ja, met internetradio zou ik echt voor thuis aanbevelen, zeker aangesloten op een stereo-installatie. Dit zijn dus mini-tuners, alle drie. Dus dit is de DVB-C-tuner, officieel. DAB-plus-tuner. En de hybride tuner. Dus DAB-plus en internetradio. En dan heb je nog een vierde variant. Mensen die een traditionele stereo-installatie hebben, vaak de wat betere stereo's, zijn aan losse componenten opgebouwd. Bijvoorbeeld losse tuner, losse cd-speler, losse versterker. Die tuner kun je nou niet meer gebruiken voor FM, althans tenzij je een antenne op dak zet. Dan heb je dus ook 43 centimeter hybride tuners. Dus en DAB plus en internetradio en FM. Maar ook vaak nog Spotify en Bluetooth en audio streaming via je netwerk. Maar even puur op radiogebied blijvend. Hier gewoon een 43 centimeter hi-fi tuner die je dus op je bestaande stereo installatie kunt aansluiten. En internetradiostations ja, hier binnen kunt laten komen en weer lekker radio kunt luisteren. Dus dat is even in een wat langer filmpje dan ik eigenlijk oorspronkelijk bedoeld had. In een notendop de uitleg wat te doen als je geen ontvangst meer hebt via je kabelmaatschappij, bijvoorbeeld Ziggo. Nou, veel succes. Mocht je nog vragen hebben, kan je altijd bellen naar Radiowinkel. Of mailen, of chatten, of whatsappen. Je kan van alles doen. Dan kan ik je de eventueel specifieke dingen nog uitleggen. Veel succes!